Dames en heren, de volgende uitvinder, dat zijn er zelfs twee. Dat zijn de heer en mevrouw Vivien uit Gorinchem. Nou, daar gaan we eens even op zoek. Die staan hier ergens tussen. Meneer en mevrouw, ah, daar zijn ze al. Hartelijk welkom, nu dat u er bent. U bent mevrouw Gorinchem, dat dacht ik wel. Hè. U bent natuurlijk meneer Gorinchem. Dit is een, ja, wat is? Oh, we moeten even naar buiten, anders zien ze al niet. Wij volgen u hoor, komt u maar even. We gaan langs de spullen, hier is even de uitgang. U heeft uitgevonden. Nee, u heeft uitgevonden. Wie heeft uitgevonden? Mijn man heeft uitgevonden. Ja, u heeft uitgevonden. Ja, en. U heeft uitgevonden. Ja, en ik werkte mee. Ah. U heeft het bedacht voor hem en hij heeft ja, het gedaan. Ja, ik heb gevraagd aan hem of... Een mooi moment. Ja. Ja, ja, een jaar of vier geleden. Ja, ja. En bent u daar al voor bij, bij een psychiater geweest? En, zijn er al oplossingen voor gevonden? Nee, nog niet. U heeft daar veel werk aan gehad. Veel werk. Heeft u vooral vaak van dat soort ideeën? Dus nou, gelukkig niet zoveel. Nee, gelukkig niet. Nee. U heeft een droogmolen gevonden, maar die was er al, hoor. Die was er al. Spijker dat ik moet zeggen. Jammer. Ja, maar bedankt voor de komst. Nee, het is leuk. Nee, bedankt. Het is een rijende droogmolen. Wat zeg je nou? Een rijende droogmolen. Oh, vertel. Ja, deze kan tegen windkracht 10. En dan zit er later automatisch gaat hij draaien. Oh, laat eens even kijken. Dan kunnen we misschien even ietsje opzij. Ja. Hij staat op wieltjes. Ja. Ah, dan kunnen we rijden natuurlijk. Want waarom is dat uitgevonden? Nou, wij hebben nog wel een grote tuin. Ach. En dan wil ik wel graag de was in de zon drogen. Dus de ene keer staat de zon aan de ene kant van de tuin. En de andere keer de zon aan de andere kant van de tuin. Ik durf erin, hè. Deze kans krijg je nooit meer, hè. U stond er zoveel klaar. Ik denk, wat wil ze? Dit was het toch niet meer daar, hè. Een geweldige uitvinding. En toen zei ze tegen u van Henk, ga dan aan de gang. Toen ben ik aan de gang gegaan. Toen heb ik verschillende gemaakt. Ja. En die vielen steeds om, met wind. En nou ja, toen ben ik op tut, leven ben ik op tut uitgekomen. En toen heb ik helemaal uitgebalanceerd. Er zitten lagers in. Dat ik nooit bij windkracht 10, ik kan nooit omvallen. En ik kan ook een parasol erop zetten. En ik kan ze ook op flatsen met grote balkonnen. En dan kan je ze ook zetten. Ja, nou ja, mensen niet meer te tellen. Niks. Dan een balkon. Je kan er niet nee, verder. Maar dat hoeft maar in niet. De tuin dan en, is tuin, het... alles. En als ik dan de was vlug erop wil hebben, dan ga ik s'avonds... pak ik de droogmolen met de was erop. Rustig, rustig. Oh, mijn ja. Dat is wel. En dan pak ik de droogmolen en dan ren ik van de ene kant naar de andere kant van de straat. En dus mijn was zo droog. Ik ga van de ene kant naar de andere kant van de straat. Ja, ja, ja. Nou, dat geloven we niet meer. Oh, dat maakt niet uit. Dat ging niet. Nee. Er zit een groot betonblok onderin dat hij niet op kan vallen. Nou, ik vind dat mag, want hier staat de zon. En de zon gaat schuiven, dus hij schuift. Schuift hem zo mee, de ene kant naar de andere kant. Dit is toch duidelijk, hè? Zo werkt het toch, hè? Ja. Goed. Dan gaan we komen hier vragen, want dan gaan we even vragen wat... Viola daarvan vindt. Ja, maar dat, is dan, dat kan toch alleen maar op stenen, op tegels of nee, zo? Nee, kan... dingen zo gewoon, een op beetje gras? Op gras ook. Ja. Dat gaat toch niet op gras? Nee, zak niet weg. Zak niet weg, maar kan het wel rijden op gras? Ja. Jawel, het kan rijden. Heb je wel eens een grasmaaier die niet wou rijden geprobeerd op gras? Ja, ik heb zelf ook gras. Ja. Maar is het niet heel zwaar dan? Nee. En mevrouw, wordt de was nou ook sneller droog dan? Of, Ja, als de zon fel schijnt wel. Is elke droogmolen in het gaatje? Ja. Ja, dan moet je toch weten, want er zijn verschillende tuurlijk, dat wil je weten. Dat wil je weten. Natuurlijk. Nog meer vragen? Ja, ik heb nog één vraag. Als ik het goed hoorde in het begin van uw uiteenzetting, had u het over windkracht 10. Ja, nou, ik zie het apparaat hier staan. Ik kan me werkelijk niet voorstellen dat het zelfs, zelfs windkracht 3 overleeft, eerlijk gezegd. Oh, dat denk ik niet. Ja, maar dat houden die knijpers toch veel verstand van. Ja, meneer Bom werkt vandaag. Kijk, we gaan dat even demonstreren, want ik had die vraag van Bom, kan je zoiets verwachten. Dus wat heb ik meegenomen hier zo? Blijf er rustig staan, hoor. Heb ik hier meegenomen? Een zogenaamde ventilator. En dan gaan we eens even kijken hoeveel wind zo'n ding kan hebben, nietwaar? Ik zet hem even op on, denk ik. Ja, daar loopt hij al. Daar loopt hij. Daar loopt hij. Daar loopt hij.
Hij is blijven staan. Ongelooflijk. Ik dacht wel dat hij getast was daar in Robinica. Hij bleef staan. Je onderbroek. Zegt u? Hij bleef staan. Hij bleef staan, ja, natuurlijk. Zijn onderbroek niet weg, ook? Nee, hij bleef staan. Is het voor jou? Oh, hier is hij. Oh, dat is Frits Bolle, ongelooflijk. Dat doet hij maar niet uit in deze.